Goedendag. Ja, flink wat winterse plaatjes deze ochtend in onze mailbox. Hier ook zo'n mooi beeld vanuit Zwolle. Er is natuurlijk wat sneeuw gevallen, geen grote hoeveelheden. Maar op veel plaatsen, zeker in de oostelijke helft van het land, werd het toch wel wit. Ja, dan moesten natuurlijk ook de ruiten schoongemaakt worden. Hier zien we een mooi voorbeeld ervan. De komende dagen zal dat minder nodig zijn, want de temperatuur die gaat geleidelijk aan wel omhoog. En dat heeft te maken met het feit dat de stroming langzaam maar zeker toch wel gaat draaien. De komende dagen is dat nog een uh, stroming die een beetje uit alle hoeken komt, omdat een lage drukgebied overtrekt. Hier zien we dat lage drukgebied boven het zuiden van Groot-Brittannië. Dat trekt richting Nederland en de bijbehorende neerslag trekt ook over het land. Er kan af en toe lichte regen of motregen vallen. Misschien in het noorden ook nog wel wat natte sneeuw. Langzaam trekt het lage drukgebied dan verder door naar Duitsland. En woensdag krijgen we dan geleidelijk aan wat opklaringen. En dan hebben we ook een heldere nacht van woensdag op donderdag in eerste instantie. En dan komt er weer nieuwe bewolking en dan gaat die stroming echt om. We zien ook een uh, actief lage drukgebied ten westen van Ierland op deze kaart. Met die bijbehorende neerslagzone die dan in de vrijdag waarschijnlijk gaat passeren. In detail nog even kijken wat er de komende 24 uur gebeurt. We zien dat uh, regengebied boven het zuiden van het land, maandagmiddag, dat trekt naar het noorden toe. Dat is heel gefragmenteerd. Het zijn ook heel veel droge periodes. En het is qua intensiteit ook helemaal niet veel. Maar het schuift wel naar het noorden toe. En in het noorden kan dan bij die wat lagere temperaturen misschien nog wat natte sneeuw vallen. Dat is niet helemaal uitgesloten. En morgen dan schuift die neerslag geleidelijk aan meer weg richting het oosten. Als dat lage drukgebied ook weg gaat trekken. En dan kan er misschien. En later nog wel een enkel buitje vallen, maar dan wordt het toch wel overwegend droog op woensdag. Dan volgen er nog een paar buitjes, met name in het westen van het land. Nou, vanavond hebben we ook te maken met veel bewolking. Dat is vanmiddag al het geval. Temperaturen die liggen tussen de 0 en de 4 graden. Daarom hebben we hier in het noorden nog even wat sneeuw ingetekend. En dan waait een matige tot krachtige zuidoostenwind. Die voor het gevoel toch echt wel wat frisser maakt. Morgen overdag ook veel bewolking met af en toe regen of moordregen, zeker ook droge periodes. En een temperatuur tussen de 3 en de 6 graden, misschien in het noorden eerst nog wel wat natte sneeuw. En dan de dagen erna, dan zien we dat die temperatuur op niveau blijft. Vijf, zes graden overdag is het dan in het zuiden misschien nog wel wat warmer. Ook de nachttemperaturen gaan omhoog. Alleen de nacht van woensdag op donderdag kan lokaal nog wel tot vorst leiden. Omdat we dan net in dat opklaringsgebied zitten. En dan zien we op zondag dat de temperatuur zelfs naar de tien graden gaat. En die wat zachtere lucht pakken we dan ook mee begin volgende week. En dat kunnen we mooi zien op basis van de windrichting. Want, wat zien we? Nou, de eerste dagen komt de wind een beetje uit alle Hoek als dat lage drukgebied voorbij komt. Dan gaan we tijdelijk naar de Zuidoostrichting, Zuid-Zuidoost. En dan zien we vanaf zondag zo'n beetje dat die Zuidwestelijke stroming er heel duidelijk in gaat komen, een paar dagen. En dat zien we ook direct terug in de temperatuur. Want in de temperatuurpluim zien we eerst die temperaturen overdag zo. Rond de 5 graden. En dan vanaf het weekende gaan we omhoog komen we uit gemiddeld gezien rond de 10 graden. Maar wat ook opvalt, als we de pluim helemaal af gaan kijken, dat er geleidelijk aan ook weer wat onzekerheid in gaat komen. Maar dat de trend toch wel is dat de temperatuur geleidelijk aan weer lager moet gaan worden. Dat is erg ver weg, maar misschien toch met kerst wat kouder weer. Nog een fijne dag.